voel ik echt mijn voeten nu niet meer. Welkom bij de nachtmerrie van Leendert, oftewel Mees Kees. Ja. Welkom. Dankjewel. Wat is jouw grootste nachtmerrie? Dat ik van een boot val. Ja? In het water en dat die boot dan wegvaart en dat ik dan eigenlijk midden op de oceaan aan het ronddobberen ben. En dat het dan ook heel diep is, dus dat ik geen idee heb wat daaronder is en dat ik gewoon geen idee of ik het ga overleven eigenlijk. En dat je zo om je heen kijkt en zo naar boven helemaal niks. Om jou te helpen van deze nachtmerrie af te komen, gaan we het omdraaien. Vandaag geef ik je de opdracht om 3 drenkelingen uit het water te redden. Nee joh! Als je ze alle 3 gered hebt, dan mag je deze fakkel afsteken en weet ik dat je opdracht geslaagd is. Deze gaat mee. Wat spannend, ik hoop dat ze het allemaal gaan overleven eigenlijk. Ik hoop het ook. Ja. Dus we gaan even een andere outfit voor je regelen en dan mag je het gaan doen. Maar het is ijskoud hè? I know. Okay. Maar jij gaat drenkelingen redden, dus in die zin valt het natuurlijk allemaal weer mee. Precies, werkt het? Kom eraan jongens! Het is echt mega donker water. Kijk, ik ben er bijna jongens! Het is loodzwaar! Volgende. Wat ik niet verteld heb is dat de boot gesaboteerd was. We hebben allemaal gaten in die boot geprikt. Toi toi toi! Succes met je nachtmerrie, Leendert. Hey jongens, kom eraan! 2. Ik vind het verder helemaal handig. Helemaal handig. Ik ben veilig, vriend. We zijn veilig. Oké. Kom hier rennen! We gaan even wachten! Ik heb het idee dat ik aan het zinken ben. De hele boot loopt vol met water. Die boot is veel te vol. 10 seconden, dan ben ik er. Als de boot het vol houdt tenminste. We beginnen wel echt te zinken volgens mij. Yes, ben je er bijna. Daar heb je. Ja, kutje. Die boot is leuk. Die fakkel. Mijn benen zijn echt dood. Ik heb echt mijn voeten niet meer. Ik voel echt mijn voeten nu niet meer. Zo is het heel, heel, heel erg koud. Not amused. Uh-oh. Oh man. Oh, ik heb zo met je te doen. Nou, ik heb ze hoor. Ik heb ze allemaal gered. Het was je nachtmerrie. Hoe was het voor je? Nou, het ging hartstikke goed. Het materiaal hielp alleen niet echt mee. Uiteindelijk werd je zelf een drenkeling. Precies zoals in je nachtmerrie. Die boot begon te zinken. Ik denk, dit is geen zuivere koffie hoor. Sorry, het spijt me. Maar ik wilde je nachtmerrie zo realistisch maken. Zodat je het echt onder ogen kon komen. Water staat voor emoties. En op het moment dat jij droomt dat je overspoeld wordt door water. Is eigenlijk een teken dat je je emoties iets beter moet gaan doseren. En dan ga je dit nooit meer dromen.
Dat is mijn enige tip. Dat is een mooie les eigenlijk. En daarna moet je altijd lekker een warme douche nemen. Ik ben zo trots op je. Je hebt het gewoon gedaan. Man. Ik heb wel drie gered, hè. Ja, en je bent zelf drenkeling. Je bent zelf gered, man. Dit was de nachtmerrie. Wie wil jij nog een keertje zien in de nachtmerrie? Drop het vooral hieronder in de comments. En vergeet niet te abonneren op het NPO Zapp YouTube kanaal. Dan mis je helemaal niks. Tot de volgende. Later. Hey jij daar. Check snel de volgende video en vergeet niet te abonneren. Check je later!